We gaan een stukje rijden. Het is 10:50. We gaan naar de moskee toe en dan rijden we gelijk een stukje. Nee, ik pak even de sleutels van de motor. Waar liggen die? Hier liggen die. We gaan een stukje rijden met de Gilera GP 800. Die wij gisteren onder handen genomen hebben. We hebben een nieuw bandje gemonteerd, dus we moeten voorzichtig rijden, wezen met rijden. Nieuwe remblok, we hebben een beurt gegeven. Dit is de GP 800. Met de Pulinivario. Dus die is nou, er zit een nieuw snaartje op. En er zitten nieuwe snaartjes erop. Nieuwe rollen zitten erin, die waren helemaal versleten. Met versleten rollen vond ik hem al wereld rijden. Hij stuurde supergoed. Ondanks die rollen helemaal kapot waren. Vond ik hem supergoed rijden. Dus nu zit er een nieuwe rollen in. Gaan we nou een stukje rijden. Nieuwe olie, alles er nieuw in. Hij is weer helemaal top. Ha? Kom het licht uit? Het licht kan niet uit. Bij deze. Ik ga naar moskee, Ferris. Huh? Ik zit in de midden. Ja, in het midden. Ja. Ze moeten voorzichtig zijn met het nieuwe achterbandje, dat we niet onderuit gaan. Dank u. Rijden. Gaat goed. Ik denk dat de Vario ongeveer vergelijkbaar is met Molossi. Misschien Molossi misschien een tikje beter. Hier zitten 17 gram rollen in, want die hebben er ook in gezeten. Dus ik heb hier 17 gram erin gezet. Rustig in de bochten werken met het nieuwe bandje. Hij is snel, hij is pittig, hij doet het goed. Wat me opvalt, hij pakt hem gelijk op. Ik rijd nu zeg maar een klein 30 kilometer, ik geef vanaf vol gas. Ja, hij doet het goed, hij doet het zeer goed. Ja, ik ben tevreden. Het microfoontje valt weg. Ik stop even aan de kant, mijn microfoontje even monteren. Hij doet het. Dit is een Pulini koppeling. Ik heb ervaring met Pulini Vario's. Met scootertjes vroeger en zo. En een Vario van Pulini. Het zijn Vario's die een beetje toeren maken. Dat doet deze ook. Hij is agressief. Met de Vario van Pulini. Is ook een aanrader. Als je toch iets meer toeren wil, iets meer agressiviteit, dan moet je toch voor Pulini gaan. Want de Molossi Vario is toch een tikje rustiger. Het is kracht, maar rustiger. Dit is meer agressiever.
Zeer goed. Zeer goed, jongens. Ik ga de camera hier uitzetten. Want we rijden nu de plein van de moskee op. Want daar zitten vrouwen. Zitten daar. Dat we geen vrouwen filmen. Dus jongens, ik ben tevreden met de Vario. Ik vind hem goed.